right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, and kid, and your other friends that don't even have a clue what this Zoo Doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath. I think I can fly. I'm on 6, 7, 8. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, ik ben weer in het Vogelenzangpark, jongens. Ik denk ik ga toch nog eens eventjes kijken. Ja, je zou het bijna niet zeggen. Ik heb een zonnebril op, een korte t-shirtje met korte mouwtjes aan. En ja, het is prachtig zomerweer is het. Terwijl de zomer eigenlijk officieel voorbij is. Verder heb ik nog, ik heb het weer voor elkaar. Ik heb natuurlijk deze camera. En van mijn oude camera heb ik nog een soort statiefje heb ik. Nou, dat ding, daar ben ik altijd kwijt. Ik ben hem altijd kwijt. En toch vind ik hem altijd weer. Nou, was ik hem echt een hele tijd kwijt geweest. Dus ik denk, nou, ik denk dat ik hem nu echt voor goed kwijt ben. Want nu kan ik hem echt niet meer vinden. Ik reed in de auto op weg hier naartoe. Ik kijk in mijn auto. En wat zie ik leggen? Ja, ja, ik heb hem weer gevonden. Even kijken, waar legt hij? Hier legt hij. Tadaa, ik heb hem gewoon weer gevonden. Dus, ik ga hem even opschroeven. Zo, nou. Ik zat in het verkeerde gaatje. Oh, dat klinkt zo fout, dit. Dit klinkt zo fout, in het verkeerde gaatje zitten. Hij zit er weer op en dit is een stuk makkelijker filmen. Ik ben ontzettend blij dat ik hem weer teruggevonden heb. Ik was hem echt de hele tijd was ik hem kwijt. Volgens mij mijn derde vlog of zo. Dat ging ook over dit apparaatje. Sinds vlog 3... ben ik al elke keer dat ding kwijt en elke keer op de onverklaarbare wijze vind ik hem weer terug. Nou, in ieder geval jongens, dit is weer het park, Vogelenzangpark. Ja, jullie hebben het al heel veel keren gezien, hè. Nou, het blijft prachtig hier, vind ik. Het blijft hier toch wel een van de mooiste plekken in spijkenissen vinden. Ik vind het echt prachtig hier, hoor. Kijk eens hoe mooi. Maar we gaan nog eventjes een stukje verder lopen, hè. We gaan even lopen. Rijden wou ik zeggen, lopen naar het Mallebos. Want ja, het gaat binnenkort al echt gebeuren. En ik heb zelfs gehoord dat het hele Mallebos gaat gewoon helemaal weg tegen de vlakte. Vanwege de uitbreiding van industrieterrein Halfweg heet dat. En dan gaan ze alles gewoon plat gooien. Nou, wij lopen gewoon lekker deze kant op. Of zullen we de andere kant op lopen, ja. Dit is eigenlijk één rechte weg en niet zo mooi eigenlijk. Dus even kijken, kunnen we niet gewoon hier binnen doorlopen? Nee, dat kan ook niet, want het is een of andere paardenmanege of zoiets. Weet ik voor wat, voor paarden. Toch of niet? Kan ik daar nou gewoon doorlopen? Of kan ik daar nou niet doorlopen? Dan gaan we gewoon kijken. Ik dacht dat ik hier gewoon... Eens even kijken hoor. Hier heb je ook zo'n paadje. Maar dit is wel een heel raar paadje dit. Oh nee, dan kan ik volgens mij weer daar, kan ik weer terug verder lopen. Ja, prachtig weer is het. Gisteren was het ook prachtig weer. Maar gisteren heb ik echt even een dagje even rust gehouden, omdat ik gewoon zo verschrikkelijk moe was. Ik heb lekker even uitgerust. Nog een vlog even online gezet van Feyenoord. Dat was voor mij gisteren. En jullie zien deze vlog als het goed is. Als ik het goed heb, woensdag. Dus, ja, ik wil toch nog even gaan kijken daar zo. Nou, we hebben hier allemaal een heel groot grasveld hier ook. En dan gaan we hier gewoon rechtdoor lopen. Het zonnetje schijnt gewoon, echt brandt gewoon in mijn rug gewoon. Het is echt bloed en bloedheet weer. Dat zou je niet zeggen. Het is alweer bijna oktober, jongens. Dan moet je kijken wat een weer het is. Prachtig. Daar schijnt het zonnetje. Het is gewoon echt heerlijk. Weer is het gewoon. En dat voor midden september.
Nog niet eind september, jammer genoeg nog niet, want ik zit echt te wachten tot het eind september is. Want er gaat natuurlijk de nieuwe metro simulator. En ja, ik ga mijn favoriete route dan weer rijden. Oh, nou kom je weer hieruit. Kijk nou eens. Ja, allemaal vlaaien hier, dus daar moet ik ook nog even mee oppassen. Maar ja, de metro simulator beta komt uit en mijn favoriete route is toch wel Simvliet. Rijndam vind ik iets minder. Wel meer uitgebreide. Maar dat is ook meestal is dat fout. Hij is zo uitgebreid dat je haast niet meer weet hoe je een normale activity kan maken. Want ja, alles moet je met de hand uitrekenen en zo. Dus nee, geef mij lekker Simvliet maar. Lekker makkelijk. En nou is er weer een route bijgekomen. Dus het wordt alweer iets moeilijker in Simvliet. Maar het wordt wel ontzettend gaaf. Met een nieuwe metroroute lijn D. En een uitbreiding van metrolijn C. En ja, daar heb ik wel ontzettend veel zin in. En zit ik ontzettend naar uit te kijken. Kijk eens. Oh, van die prikkels allemaal. Prachtig. Maar wij gaan rechtdoor. Volgens mij heb ik hier nog nooit gelopen. Ik kan me dit helemaal niet meer herinneren, joh. Hier een van een krakkemikkig bruggetje. Hier, oh. Kijk, krakkemikkig bruggetje. En dan gaan we gewoon die kant op. Nou, het is toch zonde dat weer een mooi stuk groen moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van een industrieterrein. Dat vind ik wel heel erg jammer. Als ze dit maar niet uit de vlakte gooien, want dan word ik echt pissig. Dit is toch wel echt een mooi park hier, dit. Een van de mooiste parken, vind ik, van Spijkenisse. Bij mij op in de wijk is het ook wel mooi. Ik heb ook wel heel veel films en heel veel vlogs opgenomen. Maar dit is toch wel een mooie gebied. En ik ga binnenkort toch echt eens een keertje even kijken of dat ik de auto kan pakken. Het is wel even een stukje rijden. Daar ligt er trouwens nog een boom helemaal weer aan gooit daar zo. Door de storm. Kijk, is die gewoon helemaal afgebroken helemaal. Maar ja, ik ga toch binnenkort eens even kijken of dat ik een vakantie of anders gewoon een dagje weer eens eventjes naar de Veluwe kan. Want dat is natuurlijk nog mooier. Nou, hier zijn de beestjes weer, ze zijn er weer, hoor. Ze denken van, waar zijn ze? Ja, ze lopen elke keer. Staan ze weer ergens anders. Daar staan ze. En daar staan ze. Ja, prachtig. Oh, daar zit er ook nog eentje, daar zo. Zit er daar nog eentje verderop? Zit er nog eentje? Oh, hier zit hij. Ja, ontzettend leuk. Ontzettend mooi. Maar ja, wij gaan rechtdoor lopen en dan gaan wij daarheen, die kant op. En dan gaan wij richting Mallebos. En zoals ik al vertelde, Mallebos gaat dus binnenkort tegen de vlakte. Mallebos wordt gesloopt. Ze gaan alles gaan ze slopen. En ja, dus voor de uitbreiding. Trouwens, deze plek komt me wel bekend voor. Vorige keer kwam ik daar vandaan een keertje. Voor mij was dat de laatste vlog die ik hier opgenomen heb. Toen ben ik zo gelopen. En dan loop je hier. Loop je zeg maar rechtdoor. Met de bocht mee rechtdoor. En hier heb ik toen ook een keer die fluisterboot opgenomen. Toen was de fluisterboot hier ook. Dus ja. Eens even kijken. En ik ben benieuwd of dat ze al wat gedaan hebben. Ik weet even de datums niet meer. Wanneer ze eraan gingen beginnen. Maar ja, binnenkort gaat het wel echt gebeuren. De laatste keer dat ik hier was, hadden ze natuurlijk ook al een heleboel al weggehaald. Heel veel gesloopt al. Takken en dingen hadden ze al afgebroken daar verderop. Lopen we daar ook nog wel even langs. Dus onder die bomen. Voor degene die die andere vlog nog wel eens gezien heb. Ja, en hier vaart de fluisterboot. Fluistert hier zo. Die fluistert hier ook. Nee, die vaart hier ook, de fluisterboot.
Dus strak blauwe lucht. Het is echt een prachtig weer is het. Allemaal de rotsen van de beesten allemaal. En we gaan gewoon even lopen. Het is prachtig om hier te lopen. En ik wil echt nog eens een keertje naar de Veluwe weer. Ik ben toen een keer naar de... En dat is een vakantiepark, dat heet de Berkhorst. Dat was vroeger, was dat van Centerparks. En dat was zo ontzettend klein dat ze het afgestoten hebben. En ja, ze hebben het toen afgestoten. En het aan Hoge Boom vakantieparken overgekocht. Je hebt het overgekocht. En nu kan je dus via Hoge Boom, kan je dit dus... Ga je dat dus huren. Normaal natuurlijk, jullie weten het, Sporthuis Centrum was het heel vroeger. Centerparks hebben altijd een tropisch zwemparadijs. En later werd het dus, zoals het nu heet, Aquamundo. En de Berkhorst heeft zo'n ontzettende kleine zwembad, zo'n ontzettend klein zwembadje, dat het een watertuin gewoon is, in plaats van een tropische tuin. In plaats van, ja... In plaats van een tropisch zwembad. Maar als je daar bent en je gaat de poorten door daar zo, dan sta je echt midden op de Veluwe sta je. Dus dat wil ik echt nog een keertje gaan filmen. Ik ben daar toen ook een keer geweest en dat was zo ontzettend mooi was het toen. Nou, dat is alweer heel lang geleden. Ik denk dat het wel 2000, ja, ik weet het eigenlijk niet meer. 2008, 2009 geweest, zo ongeveer, denk ik. Dus het is alweer ruim 10 jaar geleden. En ik wil daar toch wel eens een keertje naartoe om daar eens even wat natuur op te nemen. Want het is echt voor dit soort vlogs, natuurvlogs, ja, is dat gewoon een perfecte locatie om daar te filmen. Het is gewoon prachtig daar zo. Nou. Wij gaan hier helemaal omheen gaan we. En dan komen we dadelijk daar bij de bruggetje weer uit. En dan gaan we, gaan we weer richting, zijn we weer in het Mallebos. En dan gaan we eens even kijken of dat er al wat dingen gedaan zijn. Want ik ben echt reuze benieuwd of dat er nou al een beetje, klein beetje al een start gemaakt is. Ontzettend zonde. Maar dit is eigenlijk nog wel, mooier eigenlijk. Mallebos stelt niet zo heel erg veel voor. Het is een stuk kleiner, dit is een stuk groter qua... qua grootte is dit veel groter. Want je zit al aan, als je naar het Mallebos doorloopt, dan zit je al heel snel weer in... bij het fietspontje naar... of het fietsdingetje naar Bier toe. Dus dat is niet echt een groot stuk. En ik hoop dat ze verstandig zijn dat ze dit gewoon laten zitten. Want dit is wel een prachtgebied om hier lekker te wandelen. Je kan hier ontzettend mooie dingen zien. Ontzettend mooi kan je hier opnemen. Want het is echt een ontzettend mooie omgeving hier. Moet je kijken. Dit ook. Het ziet er echt prachtig uit. Kijk. Het is echt ontzettend mooi. Nou. Het ziet er wel minder uit. Het lijkt wel dat die bomen al helemaal dood zijn. Het is een beetje uitgedroogd, lijkt het wel. Maar ja, het is schitterend. En het is te hopen dat gemeente Nissewaard, tegenwoordig is het Nissewaard, toch wel een beetje verstand heb en probeert om toch alles een beetje hier ook te laten zoals het is. Het moet alweer een heel stuk weg, omdat ze dus moeten uitbreiden. Daar ben ik het al eigenlijk helemaal niet mee eens. Ze moeten gewoon alles laten staan zoals het is. Inclusief deze hele mooie brug. Inclusief deze hele mooie brug. En groen is ook heel erg belangrijk, vind ik. En het zou toch doodzonde wezen als ze dit allemaal tegen de vlakte gooien. Want, ik kwam hier al, toen ik nog heel jong was, kwam ik hier al
ik weet nog wel wat ik hier op deze brug noem, in een maatje heb staan te, ja, staan te hangen, zit te spelen. En het is toch doodzonde als dat weg moet. Nou, we zijn bijna bij de brug. En dan gaan we het Mollebos weer in, jongens. Dan zijn we er weer. Het is al een lang geleden dat ik hier een keer een vlog heb opgenomen. Dus ik dacht, dat is echt zoiets van, ik moet dit weekend nog eventjes naar het Mollebos om even een leuk vlogje op te nemen. Want het is schitterend hier ook. Doelpaalbrug. Vorige keer stond hier zo'n bord. Ik zie nou echt helemaal niks meer staan. Dus het lijkt wel of dat ze gewoon het lijkt wel of dat er geen werkzaamheden meer zijn. Twee keer stond hier een groot bord met daarop van ja, werkzaamheden. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb toen verhalen gehoord dat ze dit weg wouden halen voor uitbreiding. Maar ja, het kan ook een gerucht zijn, hè. Dat kan ook natuurlijk. Kijk eens, van de bossen. Prachtig. Overal bossen, bossen, planten, bomen. Ziet er schitterend uit. Ja. Ja. Het zou toch zonde wezen als dit weggaat. Dus even kijken of we nog een beetje door kunnen lopen. Oh, ik zie hier even een hek. Wacht even. Ik zie hier een hek. Nou, hier liepen wij verleden keer door. Hè. En dit hebben ze al afgesloten. Hier liepen wij verleden keer door. Hè. Staat mijn afzetlinten, staat erbij. En een bord. Vallend hout. En hier hebben wij verleden keer gelopen. Kon je helemaal door naar achteren lopen. En dat is nu gewoon helemaal weg. Dat hebben ze gewoon afgesloten. Ja. Ze hebben toen ook een heleboel hebben ze toen kort gezaagd hier ook. Er was heel veel was er weg gehaald. Maar nu is het gewoon afgesloten. Met allemaal grote linten eromheen. Ja, dat is ook nog eens een keertje apart. Ik zei er net nog van, nou, ik zal het wel even laten zien waar we net gelopen hebben. Maar het is dus afgesloten. Nou zeg. Kijk eens. Prachtig. Door al die bomen allemaal. Nou, ik ken nu op ons favoriete stukje lopen, dat is dus afgesloten. Ja, en hier houdt het eigenlijk alweer een klein beetje, houdt het hier alweer op. Dus, maar, er is nog helemaal niks te zien van werkzaamheden of zo om dit weg te halen. Ja, alleen daar, maar dat is dan meer puur voor de veiligheid. Dat er vallend hout kan optreden. Dan is het gewoon te gevaarlijk om ja, dat pad open te houden. Dat mensen allemaal hout op hun hoofd krijgen. Dus dat hebben ze afgesloten. Oh, hier kan je nog wel lopen. Trouwens. Maar hier
hadden ze ook zo'n hek neergezet. Nou, ik weet nou niet of dat dit nou is omdat het opgeven is, omdat iemand het leuk vond om een hek naar beneden te gooien. Maar hier heb je dus ook een hek gestaan. Van het hout. Ook allemaal linten allemaal. Maar ja, hier kan je dus wel lopen. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat dit hek eigenlijk nog overeind had moeten staan. Hier staat nog een paal overeind. En ja. Ja. Ja, je hebt ook mensen bij die vinden het leuk om te vernielen. Hè? Nog een hele grote tak hier ook. Ja, en hier loop je eigenlijk alweer eigenlijk het park alweer uit, jongens. Dus we gaan weer teruglopen richting de auto. Waar we net heen geweest zijn. Gaan we weer teruglopen. En dan hebben we in ieder geval even weer een stukje kunnen zien van het park. Nou, nog niet echt grote werkzaamheden. Alleen twee stukken waar, zeg maar, ja, waar ze een hek gemaakt hebben, omdat het te gevaarlijk is. En kijk eens wat een groen, jongens. Ha. Allemaal bomen, allemaal. Ziet er echt prachtig uit. Ja, het is toch een prachtig plaatje dit, jongens. Nou, ik ga hem even neerleggen. Ga ik even een klein stukje teruglopen en dan ga ik dadelijk de camera weer aanzetten. Dan zie ik jullie allemaal weer als ik een klein stukje verder gelopen ben. Tot zo. Zo, nou, we zijn de brug weer alweer voorbij. De brug staat daar zo ergens, de brug, ja, de brug. En nou gaan we weer richting de auto lopen. Ja, ontzettend druk is het. Ook heel veel fietsers. Ik ben net al haast omver gereden. En dan gaan ze nog kaart op de bel zitten druk ook. Ja. Je zal maar van je fiets al moeten stappen, daar word je ontzettend moe van, namelijk. Maar ja. Nee, er is nou echt niet totaal iets dat er op wijst dat ze nou heel dreigen heel erg druk gaan maken om ja, dat er een ja, dat ze er eigenlijk heel druk gaan maken om dat er binnenkort wat staat gepland hier of zo, of dat ze een heel bos gaan weghalen. Het is nog vrij rustig, er wordt niet echt actie ondernomen of zo, dus ja, het is echt prachtig hier, hè. Oh. Ja, jongens. Ja, het is heerlijk weer, dus ja. Ook ontzettend veel andere mensen die hier lopen. Normaal is het nu zo druk hier, hoor. Het is best wel rustig is het hier, hoor. Het is nou al best wel aardig wat mensen tegengekomen. Zelfs op de brug was het al heel erg druk. Dus ja, het is echt ontzettend druk is het gewoon, jongens. Nou, hier Kakkederrie, Dabi trouwens. Een flat van de Akkerhof. Even kijken of ik hem in dat kan brengen. Ja, daar heb je hem. Akkerstede flat. Het is de Akkers. Eindpunt van de metro. En als het goed is, zag ik er net daar die beesten of niet? Of zijn ze daar nou niet? Ik denk niet dat ze er zijn. Maar in ieder geval. Oh, hier heb je het laarzenpart. Dat je verderop ook. Hier heb je ook een stuk laarzenpart. Daar ga ik niet doorheen lopen, want volgens mij is dat. Ja, dat is een doodlopend paadje. Dat was dus aan de andere kant ook zo. Nou, dat vind ik dan niet echt interessant om dat te filmen. Nou, dan ga ik gewoon lekker die kant op. Een stukje inhalen. Ik sta de deurkrap op mijn hand. Ik ben nu gewend om dat ding te filmen.
zendmast. Ja. Het was wel weer even leuk om even hier te wezen. Lang geleden dat ik hier geweest was. Dus ja. Zo één keer in de zoveel tijd moet ik even weer een updateje maken. Hier in het Vogelzandpark en Malbos. Dan ga ik dadelijk naar een tweede locatie toe. En die vlog, die kunnen jullie pas over 2 dagen weer zien natuurlijk. Dus over 2 dagen komt er weer een leuke buitenvlog ergens. En waar het is, ja, dat zien jullie over 2 dagen wel weer. Ik ga er zo naartoe met de auto nog eventjes. Maar ik heb niet al te veel tijd, want Ramon die zou ook nog langskomen. Ik heb niet al te veel tijd om te filmen. Nou, in ieder geval was dit hier even de Vogelenzang en Mallebos vlog. Nou, wat een mooi groen. Nou, hier komen we daar weer op de pad waar we net gelopen hebben. Ik had zelfs nog gewoon mijn korte broek aan kunnen trekken. En die bomen. Allemaal honden allemaal. Ja, er lopen ook eens voor mensen met honden hier ook. Ik denk ook al heel veel mensen van tegengekomen. Die allemaal met de hond hier lopen. Maar ja. En hier achter is de busbaan. En hier, daarachter is de wijk Vogelenzang. Jeetje, hè, gij. Wat een groen. Wat een groen, wat een groen, wat een groen. Nou, ik ga er even een stukje switchen. Ik spreek jullie dadelijk weer als ik weer een stukje verder ben. Ja, dit pad hebben jullie net ook gezien. Dus dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo. Nou, we zijn weer een stukje verder. En we lopen nu weer richting de auto. Hier begon ik net de vlog. We zijn alweer bijna bij het einde. Dan loop ik dadelijk die kant op en dan heb je hier dadelijk trouwens op die lange weg heb je de staat de auto weer geparkeerd. En dan ga ik jullie weer afscheid nemen en dan over 2 dagen is er weer een leuke buitenvlog. Dat ga ik zo opnemen en dadelijk dan die zien jullie over 2 dagen weer. Het gaat erg goed met de abonnees. Ik zei het al in de vorige vlog, zei ik het ook al. Het gaat ontzettend goed met de vlogs en met de abonnees. Ik ben alweer echt alweer een stuk of 10, 15 abonnees omhoog gegaan. Super, iedereen
ja, ik had het in de vorige vlog ook al gezegd, maar iedereen ja, hartstikke bedankt daarvoor. Ik ben echt heel erg blij ermee dat iedereen ja, weer een heleboel nieuwe abonnees mag, mag verwelkomen. En ja, jullie weten het, hè, bij 1000 abonnees, ik heb het in de vorige vlog gezegd, ga ik een leuke challenge doen. Dus dat is wel ontzettend leuk. Dus ja, blijf geabonneerd. Kijk, daar kwam ik net vandaan. En dan, ja, dan komt er bij 1000. Het duurt nog wel eventjes natuurlijk. Ik moet nog, ik zit bijna op 600. Dus nog ruim 400 abonnees moet ik dan nog hebben. Maar er komt weer een leuke challenge uit. En ja, dat is wel weer ontzettend leuk. Dus ik ga kijken of dat ik daar ook wat andere jongens mee kan doen. Die met me mee willen doen met de challenge. En ja, het lijkt me ontzettend leuk om dat te doen. Ik ben wel... Ik had nog een... pak een check in zo'n etui en die ben ik kwijt. Die zal wel in de auto leggen, want ik heb meestal altijd zoiets als ik zoiets is, dan doe ik daar later doe ik mijn auto open en dan blijkt hij gewoon in mijn auto te leggen. Dus hier gaat Vogelenzanglaan, hier gaat de wijk Vogelenzang weer in. En ja, wij gaan gewoon weer verder op naar de volgende locatie en dat wordt ook wel weer een leuke locatie om te filmen. Ben ik ook wel eens een keer eerder geweest, maar daar ben ik nu al een tijdje niet meer geweest. Dus daar wil ik ook nog wel even een leuke filmpje opnemen even. En dan ga ik daarna naar huis, want Ramon die moet even maar even scheren. Het hangt alweer helemaal voor mijn ogen, het is alweer hartstikke lang is het alweer. Dus dan kom ik Ramon even langs om haar te scheren. Nou, daar staat de auto in ieder geval. Dan zijn we er in ieder geval weer. Daar staat de auto. En dan bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op It's Ultrex. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. En ja, zou ik zeggen, tot de volgende vlog maar weer. De groetjes van deze kant. En over 2 dagen, jullie weten het, komt weer een leuke video online. Zo, ik sta bij mijn auto. En ja, ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Groetjes, bye bye, hoi.